Het is niet eenvoudig om modern te bouwen en toch een gezellige, warme sfeer te creëren. Architect Charles Sturm is dat gelukt. Hier in Roosendaal bij de Wildeborg. Hartstikke gezellig hier. Gerard is locatiemanager. Wat doet een locatiemanager? Die is verantwoordelijk voor al het hele dreilen en zeilen wat er zich hier afspeelt. Ik heb zojuist buiten gezegd dat het een bijzonder gebouw is. Ja, maar zeker de inrichting. Ja. En waar praten we dan? Praten we over licht? Ja, over kleuren, over deze lampen. Ja, precies. Ja. Maar ook over de appartementen? Of vertel eens even. Appartementen, nou, dat is een heel ander verhaal. Want appartementen, daar wonen mensen zelfstandig. En die kunnen ze volledig inrichten. Nou praat ik met iemand die dus dit voor... Is dit je laatste dag? Ja. Ik ben formeel gestopt zelf. Ja. Maar ik ben ook heel content. Rien de Rooij komt straks en die neemt een stokje over. Alles en die blijft ook langer. Ja, en ik blijf ook beschikbaar voor hem. Belangi, dit is de eerste verdieping van de Wildeborg. Een hele andere sfeer, Indische sfeer. Iemand die daarover kan vertellen, is de man die er vandaag voor het eerst is. Rien, blijf zitten. Blijf zitten. Eerste werkdag, bevalt hij? Hij is geweldig bevallen. Ja? Ja, een geweldige omgeving, geweldige enthousiaste mensen ontmoet. Ja. Zowel van bewoners en van medewerkenden. Waar toch een enthousiasme uitstraalt om de mensen deze woonomgeving ook te bieden. Een woonomgeving, wat Gerard ook al een beetje zei, waarin die warmte heel belangrijk is. Kunnen we daar meer van zien, Rien? Je kunt er meer van zien, maar dan kun je de woonomgeving even bekijken van een appartement wat we nu nog beschikbaar hebben. Oké. Okay. Zullen we gaan kijken? Doen we. Oké, prima. Eventjes, we komen nou een leeg appartement binnen. Ja, waarom? Wij doen dat heel specifiek omdat we niet in de privacy bij de bewoner direct willen treden. Want het is toch een eigen woonomgeving. Dat wil je thuis ook niet. Wil je thuis ook niet zomaar, dat er iemand binnen wandelt. Nee. Dus dat doen we hier, heel beslist ook niet. Ook onze verzorgenden, die bij de mensen, die gaan op bezoek. Die zijn als gast bij de cliënten. Het is allemaal, als je hier zo loopt, op maat. Ja. Het is allemaal, zelfstandigheid is belangrijk. Het is zo anders dan 40 jaar geleden. Dat is het zeer zeker. Maar als ik nou 40 jaar terugkijk, dan zag je dat er natuurlijk veel voor je gedacht werd. Zeker in de zorg, van dit is goed voor u, dat is goed voor u. Waar we nu met elkaar in bezig zijn, de bewoner die krijgt een professioneel advies en die gaat er zelf mee op pad. Keuzevrijheid. Keuzevrijheid, inderdaad. Ja. Probeer me je mannen. 1. 1. Voordat je die tweede maakt, hè, heb je het een beetje naar je zin hier? Ja, heel goed. Ja. Leuk, we hebben niet alles. Echt waar? Ja. Wat dan? Wat heb je dan waarvan je zegt? Je zelfstandigheid hoor ik steeds. Ja, zelfstandigheid. Wij zijn er zo goed dat wij alles nog zelf kunnen. Hey? En toch mensen in je omgeving die, als het fout gaat, voor je kunnen zorgen, bedoel je dat? Natuurlijk wel. Ja. We hebben toch een rode knop in. Ja. Dus het is veilig en toch zelfstandig? Ja, het is een heus met zorg. Hè? Wij leven eigenlijk, wij hebben het eigenlijk te goed. Is er geen plek voor mij hier eigenlijk? Ja. Dat ik kan eten wanneer ik wil? Sis, die kan er zorgen. Ik ga me in laten schrijven. Succes!